helemaal door. Ja man, kijk eens. Ja man, kijk eens. Eventjes, kijk eens. Kijk dit. Wow. Kijk dit. Ja man, heel dat magazijn zit erin. Heel dat magazijn. Zo, kijk die trommel. Kijk dit. Yo, yo, kijkers. En welkom terug bij alweer een nieuwe avontuur van wie? Ja, ja, van Timothy. En, wow, woe. Een spinnetje. Zoals jullie al achter mij kunnen zien, zijn we vandaag in een bos. En met de metaaldetector, we zijn in Duitsland / Polen. We gaan kijken wat hier in de grond ligt. Ja, we weten het al, hè. Tweede Wereldoorlog spullen. We gaan hopelijk voor jullie echt super toffe items eruit trekken. Ik heb er mega veel zin in. En kijk eens wie er mee zijn. Hallo. De toppers. Liesbeth, Danny. En Wim! Oh, hey. Wim is ook weer mee op avontuur. Hey, nou word ik ontmaagd met de metaaldetector. Ja, oh, dus, in een gitaartas. Ja, je moet het wel een beetje verbergen natuurlijk. En je hebt je shirt aan, dat brengt mega veel geluk. Ik sta in het groen, dus ik val niet op. Nee, we vallen niet op. Danny, heb je ook zijn metaaldetector bij zich? Tuurlijk. Lekker maat. We gaan het even proberen. Rammen. Nee, ram. Ram. Hier is het ook ram. Oh, hier is het ook ram. Nou, kijk eens, jullie horen net. Er zit voor mij al een spin in mijn ram. Ah, dit is dan weer echt jammer inderdaad. Kijk eens, als jullie graven in een bos waar je helemaal niet mag zoeken, doe dat dan gewoon netjes dichtgooien, weet je. Want dit slaat echt gewoon helemaal nergens op, man. En nog gewoon langs het pad, weet je niet. Dit is echt zonde, man. Ja, hier, ja man. Overal, man. Ja, dat is gewoon opvallen, weet je. Ja. Dit is echt dom, man. Kijk dan, zelfs op de heenweg vind je al gewoon oogvondsten. Dit zijn van die eetbakjes. Enge dingen. En natuurlijk weer een open gat. Echt jammer, man. Ja. Dus wat denken jullie? Ja, kijk eens, wat denken jullie? Is dit een gewei? Een stuk van een boom? Of een bot? Of een gewei? Ja, een gewei, zo. Oh. Zo, ja man. Van een hert? Ja man. Bijna kerst. Okay. Nou, de eerste vondst, dat is een feit. Ik heb alleen maar god geen idee wat het is. Ja, ik weet wel wat het is. Een rood koper. Het lijkt wel iets van een telefoon. Telefoondraad. Ja. Een staartje. Nou, volgens mij een stukje Duitse helm. Of toch niet? Hé, hey, en een pissebed. Nou, wie zal het zeggen? 90 gram, habba. Hé, hey, en nog één. Zo, habba, we zitten op 180 gram. Nou, wat dit dan is, het lijkt wel een soort wapen zo, wat je zo in je handen kan hebben, maar geen idee, er zit wel een gat in hier. Hebben jullie een idee, kijkers? Let me know. Ja, ik dacht eerst dat dit een huls was, maar dat is geen huls. Dit is de verpakking van, ja, van dit, maar wat dit dan is. Er zit wel een soort kremmetje of zo. Ja man, met de dop er nog op. Hier ligt ook wat in. Oké, nice. Apart dit man, het zat er zo in. Ja, zeker apart. Nice. Leuk. Maar plastic. Ja, een kremmetje. Owe, kijk hem man. Zo, super gaaf. Oh, hij scheet wel, zonde. Vet man. Hop. Oogfonsie. Dat is wel oud toch? Ja. Super vet gek, het is een heel magazijn volgens mij man. Althans, ja toch? Trommelmagazijn of, ja man, kijk hier, hier zit de kogel in. Ja man, dit is een trommelmagazijn geweest hè. Kijk, die kogel zit hier nog in vast. Hier zo, ja man. Oh, dat is wel gek. Ja, dat is wel gek, maat. Ja man. Oké, vet. Ja, dit is een trommelmagazijn geweest. Zo, we horen die kogels zo. Hop. Ja man.
Parcours, hè? Good find. Ja, man, good find. Ja, we zijn nog in het Engels, hè? Ja, man, kijk eens, gaat hij helemaal door. Ja, man, kijk eens. Ja, man, kijk eens, eventjes, kijk eens, kijk dit. Wow, kijk dit. Ja, man, heel dat magazijn zit erin. Heel dat magazijn. Zo, kijk die trommel. Kijk dit. Wow, ja, man. Vet, hoor. Abba. Zo, oh. Sorry. Ja, man, heel dat trommelmagazijn. Zo. Kijk, al die kogels ook erbij. Ja, man, trommelmagazijntje. Kijk, nog heel zie je erin. Magazijntje, ja, magazijn. Zo. Kijk even hoe mooi die er nog uitziet, hé. Die kogel. Ja, super gek. Aardige bomkop dit. Zo. Hop. Oh, super cool. Een stukje band met leer er nog aan. Helaas afgebroken het leer, maar ja, wel fijn om te vinden dit. Leuk, man. Nog met het leer eraan, weet je niet. Dat is wel cool. Hop. Weer een soort gesp van een band. Ja, super fijn. Leuk. Ah, deze is gek, kijk eens. Dit is een soort koevoet. Ja, man. Een breekijzer. World War II. Free koevoet nog steeds. Zelfs in de oorlog. Kijk eens, kijk dit. Super vet. Kijk deze gesp. Wow. Lang, man. Kijk eens. Kijk dit. Wow. Ja, die kijk nog opdoen ook, joh. Hey, maar dit is echt stoer, man. Ja. Dit is echt super fijn. Wow. Ja, man. Is een gasmask. Een gasmasker. Super fijn. Ah, dat is dat lipje wat ik net heb gevonden. Kijk eens, kijk, dat is van boven dat gasmasker. Hier zit hij er nog op. Ja, gaaf, man. Super fijn. Yes. Oh, lekker, maat. Oogfonsie. Ja, nee. Dat is een rookgranaatbom, denk ik. Ja, man. Een rookgranaat. Ja, okay. Als het wat anders is, kijk eens, laat het weten. Ja. Als ik dus geen gelijk heb, laat het weten. Ja, als ik geen. Ja, ik weet het. Ja, ik ken het helemaal niet. Aan de achterkant? Oh ja. Ja, ik denk aan een smokebommetje. Dat is wel leuk, hij weegt wel, maar voelen. Ja, ja, man. Die gaat ook in de tas. Er staat niks op. Nee, dat mag je niet meenemen, hè? Nee, oké. Okay. Moet ik hem anders meenemen voor je? Oh, super gaaf. Weer zo huls. Ja, ik denk dat het een of andere flare huls is dan, joh. Ja, man. Ja, of die tandpasta zit erin, dat ze hem hier eruit hebben gehaald. Maar in ieder geval weer eentje. Ja. Abba. Nou, die bakjes lijken me niet heel erg oud. Bierwurst. Geen datum erop, hè? ...2050 is het goed. Oké, aardig gek, kikker. Deze lag gewoon boven de grond. Maar er stond tekst op, waar zag ik dat nou? Hier zo, kijk eens. 5.45... ...keer 29. Munitieboxie. Trommel, munitietrommel. Haba, leuk. Oh, dit is wel super vet, kijk eens. Een knoop. Ja, man. Wow. Ja, ondead. Ja, man. Ja. Vet. Super vet.